vind het fijn om met iedereen een praatje te maken en de tijd te nemen om met iedereen op de foto te gaan. Maar waarom ik hier ben, is om te zingen. Zingen is het allerleukste wat ik me kan bedenken. Dat maakt een gelukkig mens van mij. En ja, gewoon mijn liedjes zingen waar ik van hou en daar mensen mee blij maken. Uiteindelijk gaat het daarom, hè. Tegenover me zit Harry. En naast hem zit Aagje. Harry is 80 jaar en Aagje is 84 jaar. Harry, ik ga het niet zeggen. Neem Aagje mee en kom eens even bij me. Kom eens bij me. Want u gaat het beleven vanavond, echt wel. Lieve Harry, draai om naar het publiek. Draai om, draai om. Ik ga jou de mag ik jou of u zeggen? Ik mag jij zeggen. Ik ga jou de microfoon geven. Zeg het luid en duidelijk. Want niet alleen het publiek moet het horen, maar Aagje moet het zeker horen. Ik weet inmiddels, ze hebben elkaar leren kennen tijdens de kaartvereniging, tijdens het kaarten. Je hebt ooit haar huis vol bloemen gezet en ik ga ageren. Nou, ik heb Aagje leren kennen op de kaartclub. Ik was voorzitter van de kaartclub. En ik had mijn vrouw verloren. En Aagje had die tijd haar man verloren. En haar vriendin die zegt, joh, kom maar naar de kaartclub. Dat is een leuk, gezellige club. En toen kwam op de kaartclub. En toen was de kaartclub in juni afgelopen. En toen moesten we een paar weken vakantie houden. Maar ik denk, ach, ik hou thuis kaarten. Dus ik heb haar uitgenodigd. Maar ze moest net met de tros mee. Ze moest met de tros mee met de boot. Ik denk, snotverdorie. Ja, ik kon niet mee natuurlijk. Dus ze ging weg. En ik zeg, mag ik de sleutel van je huisje hebben? Nou, die heeft mijn vriendin. En toen kwam ze terug, 's morgens. Ik zeg, 7 uur. Ik zeg, ik kom dan. Nee, ze zegt, ik moet te bed. Ik heb een vreselijke reis achter de rug gehad. Maar ik had het hele huis vol met bloemen gezet. En de koelkast gevuld. Want ik wist dat de vrouw alleen was. En ik was thuis ook altijd zorgzaam. En zodoende heb ik alles van elkaar gemaakt. En we hebben een tijd met elkaar geweest. En gingen we naar Spanje toe. Ze zegt, ik wou nooit meer vakantie. Mevrouw ging 8 keer naar Australië toe, maar ik wou nooit weg. Ze zegt, ga nou eens een week mee. Nou, ik zeg, weet je wat? Ik ga een week met je mee, maar niet langer. En de laatste dag brak ik mijn been. In Spanje. Nou, daar zat ik. Weet je wel? En toen moest ik in de rolstoel, maar thuis kon ik niet alleen. Toen zeggen mijn kinderen... Mag ik heel even? Die koffers moeten voor 3 naar buiten, ja, hè? Dat weet je. Oké. Je voert de spanning wel op, hè? Nou. Maar om het kort te maken, toen ben ik dat jaar dat ik terugkwam, toen ben ik verschrikkelijk ziek geworden. Ik heb 8 keer in het ziekenhuis gelegen. Ik had net een nieuwe auto gekocht. Ik zeg, Aagje, jij moet hem maar halen, want ik kan niet rijden. Weet je wel, dus het was ziekenhuis in, ziekenhuis uit. En ze is zo vreselijk lief voor me geweest, dat ik wou op deze avond, Aagje, jou vragen, wil je met me trouwen? Wil je met me trouwen, ja of nee? Op jou heb ik lang gewacht, zoveel jaren van mijn leven. En ik heb echt nooit gedacht dat ik dit nog zou beleven. De man voor het leven. Jij bent een goeie voor mij. Ik wil aan jou mijn liefde geven. In de hemel, in de hemel, in de hemel voel ik me met jou. Ja, ik voel me in de hemel. Als ik kijk in die ogen zo trouw. En de liefde die jij uitstraalt. Op jou ben ik zo verliefd, heel de wereld mag het weten. Ik heb het gevoel dat ik zweef, nee, ik kan jou
jou niet vergeten. Ik wil met jou lachen en zingen. Jou dansen en springen tot in alle eeuwigheid. In de hemel, in de hemel, in de hemel voel ik me met jou. Ja, ik voel me in de hemel als ik kijk in die ogen zo trouw. En de liefde die jij uitstraalt brengt de hemels gevoel over. Zevende hemel met jou. In de hemel, in de hemel, in de hemel voel ik me met jou. Ja, ik voel me in de hemel, als ik kijk in die ogen zo trouw.